Een goede vroege morgen. Hoe vroeg? 6:30. Ik heb van pijn in mijn schouder niet kunnen slapen. Dus ja, er zijn nog maar een paar mensen zijn er geweest. Dus ook onze 25.000 mensen zijn nog niet geweest. Dus wie weet. We zullen eens kijken. Misschien kunnen we een keer bovenaan staan. Dit is Amerika, denk ik. Ja. Oké, dat maakt het ook wel een stukje makkelijker. Dit is dan, denk ik, Nevada of Utah. Gezien die berg daar in de achtergrond. Dus ik ben even. Hij is een beetje. Oh, hij is een beetje heel erg aan het trage kant zelfs. En dan moet ik hier in dit gebied denken, vlakbij Las Vegas en zo. Oh damn, dit is echt. Het is zo leuk als de Google Auto op verschillende dagen ergens langs rijdt en dat ze dan voor de geocacher ook gewoon de verschillende beelden gebruiken, zeg maar. Ik zal voorlopig eens even op de grens tussen Utah en Nevada zetten. Het is toch in dat gebied, dus als het. Oh, kijk, dit zou me kunnen helpen, dat bord. Hopelijk, hallo. Adopt the highway. Ja. Yeah. Is dit een highway dan? Nee, toch? Nee, dat is geen. Daar zijn ze mee bezig. Even kijken, nou, misschien dat op die kleine bordjes iets staat hier. Oh nee. Ja, er staat wel iets op. Oh nee, pas op, ik ga uit de bocht. Nope. Only crazy people may pass here. Ach. Eén tikje. Oh, fijn. Nee, denk ik. Moopa Valley. Moopa Valley. Ah, Moopa Valley. Ah! Damn it! Echt, net op de laatste paar seconden zag ik het staan. Damn it! En dit is. Ik wil Noorwegen zeggen, maar de. Maar de telefoonpalen schreeuwen. Ja, inderdaad. De telefoonpalen schreeuwen. Rusland, maar. Nou ben ik in conflict. Want de weg. Zegt. Noord, of tenminste. Hoe moet ik dat zeggen? De weg zegt dit. Maar de omgeving. Oh, mijn omgeving zegt dit, zeg maar. Als je kijk, de weg is gewoon in redelijke conditie. Dat we wel eens in het
westen van Rusland zien, zeg maar. Maar als je kijkt naar de omgeving, naar die hekjes, staat van de huizen, die palen en zo. Zelfs in die oude dorpjes, die wel eens in het westen hebben, tref je dit eigenlijk zo bijna nooit aan. Niet aan een hoofdweg, zeg maar. En dit is wel echt duidelijk een hoofdweg. Dus ik zou kunnen kijken of... Zou natuurlijk ook wel wat hier kunnen liggen of zo. Zou dat kunnen? Weet je wat het is? Rusland is natuurlijk extreem groot, hè? Ik kan hier klikken en dan verlies ik gewoon veel punten. Drop. Weet je, dit is ongeveer het midden tussen die twee. En bij de poort van het dorp kom ik toch niet meer, denk ik. Of was dat hier al? Nee, dat is hier. Tipayak. Dus kijken of we hier een Tipayak kunnen vinden. Ik denk niet, want de tops. Natuurlijk super klein. What about here? Is dat het? Ik denk toch bijna niet. Wow! Oh! Damn! Omdat ik hier Tipa zag staan. Ik denk van, oh, dat is hem. Maar het was ietsje meer deze kant op. Nou, dan zat ik toch wel goed met mijn analyse van het hele Russische gebeuren. Next. Oh, hallo Engeland. Even kijken eens. Zijn jullie zo lief om tegen mij te zeggen welke stad het is? Ik bedoel, een goede school die het zegt dat toch, zou ik zeggen. Zou ik denken. Ik kan gewoon net niet lezen wat er op dat schildje staat. Misschien als ik deze heb. Dat zal wel zien. We weten waar Stafford is. Dat weten we heel goed. Want die hebben echt de laatste paar keren hebben die echt 5.000.000 keer gehad. Staat er toevallig nog een adres bij? Nee, hè? Dan moeten we eens even kijken. Dat is het einde van de straat. Hallo? Naambordjesstraat? Nee? Is dat misschien een naambordje? Nope, dat is een weg. Of tenminste een... Hallo, hier kunt u fietsen, bordje. Hoe moeten mensen dan überhaupt hier de weg vinden? Als ze geen naambordjes hebben. St. Leonard's Avenue. Zullen we eens kijken of we die kunnen vinden. St. Leonard's Avenue. Victoria Road, Victoria Park, Staffordshire. Daar moeten we misschien ook even naar kijken. En wat was die school? St. Leonard's Summer Fair. Dus het zit allemaal wel St. Leonard. Als ik dat is vind. St. George. Kingston. Stamford Town. Castle Town. Als ik dat... Kijk, dat is Castle Town. Littlewood, Staffordshire. Kijk. Als ik nou St. Leonard's...
St. of Leonard's Avenue of zo. Was dat toch, ja. Even kijken, hoe dichtbij... Oh, wauw. Damn. Ik ben bemboezeld geweest. Nou. Next. Amerika. En... Wat zou dit zijn, joh? En die kant maakt niet op, dat is een... Oh, wat wak. Amerika, en dit is dan... Ha. Okay. Jesus. Waar zou dit zijn, joh? Ja, dat helpt me niet veel. Dat lijkt me meer het centrum te zijn die kant op. Oh damn, ik ga gewoon even terug naar het begin, want hier ga ik echt mij kwijt en vastlopen. Zo. Zeg ik voorlopig even. Misschien dat ik iets anders aantref wat me beter stemt, maar... Kijken. Kunt u mij de weg naar de oplossing vertellen? Een van u. Het is te... Ja joh, dit is toch gewoon... Als ik dit zo zie, dan denk ik aan een... De Leon City County Library. Library. Next to Library. Moet ik toch in eerste instantie Texas zeggen? Ik weet niet, dit doet heel erg Texas-achtig aan, om het zo maar te zeggen. Niet. Het is te... Hoe zeg je dat? Het is niet te... Dit is Texas, om het zo maar te zeggen. Zit ik met dit er nog bij? Echt serieus. En wat nog ontbreekt is inderdaad gewoon... Het is Amerika, gelukkig. Was het Texas? Het was Texas. Ik zat er gewoon bijna bovenop, joh. What the fuck? Hoe dat dan? Hé, zulke lucky clicks wil ik wel meer hebben, zeg maar. Dit is... Eerste gok. B. Ja, het is denk ik Zuid-Amerika of... Weet je wat ik dacht dat het was? Wat twijfel ik dan nu een beetje over, omdat ik in Argentinië ook dit soort wegen gezien heb, dat dit Mexico was. Maar misschien... Ja.
ga toch steeds meer denken dat het inderdaad. Mexico is. Omdat de straten die ik in Argentinië zo gezien heb, breder zijn. Even kijken hoor. Kom op, geef me iets definitiefs zodat ik zeker weet dat het in Mexico is. Doe dat Coca-Cola.mx of zo, weet je. Ja, dit is wel. Ja, dit is wel Mexico. Dit is niet Argentinië. Dat durf ik nou wel redelijk te zeggen. Waar in Mexico, dat zou ik niet durven te zeggen. Het is te groen om het in het noorden te hebben. Dus ik denk dat het niet tropisch genoeg is om het hier in het zuiden te hebben. Juarez. Ja, dat is een straat. Dus dat, ik ga niet in één keer als een dol naar Juarez toe. Ah, tering. Het was echt een stuk verder weg dan ik dacht dat het was. Nou, laten we eens kijken. Oh, wauw. Vuurwerk. Yay. Ik ben benieuwd hoe lang dat zal duren, want onze 25.000 helden zijn natuurlijk nog niet wakker. Oké. Nou, ik neem het voor lief hoor. Ik bedoel. Hoe zat ik bij deze zo bovenop je? Bij die eerste. Ja, omdat ik op de grens tussen Nevada en Utah klikte. Daarom zat ik daar zo bovenop. Jezus, mazzel dat ik heb. Ja, Stafford, ik bedoel. Ik moet me eigenlijk schamen dat het geen 5000 punten zijn. Echt serieus. Dat hadden echt gewoon 5000 punten moeten zijn. Met zoveel Stafford als we de laatste tijd gehad hebben. Tenminste in die omgeving. En dan de grootste misser is dan eigenlijk deze. Ik klaag niet hoor. Dit gaat mijn herinnering om als dat ik de eerste plek heb. Dus, wat ik zeg, waarschijnlijk gaan onze 25.000 helden gaan allemaal nog wel meespelen. Maar dat maakt niet uit. Dit is nou gevangen in het beeld. En dat is het enige wat telt.